Ja, Piet op het nieuws vandaag vanaf de plek der plekken. De enige echte plek van de Big City, middenop de markt, de ster. En daar hoort het ook, deze aflevering van Piet op het nieuws. Want nieuws, dat is er, dat mag je wel zeggen, ja. Nieuws over de Big City, nieuws over de grote stad. Want daar gaat het over in deze editie van POHN, oftewel Piet op het nieuws. Dit keer is het mijn beurt, Piet, want normaal zit ik achter het bureau bij Oog om de zaken wat te leiden. Alias Evert Jansen, maar vandaag, jij staat in het nieuws toch, heb ik begrepen uit de kranten. Dus Evert op het nieuws, nu. Ja, dan moet je hengelen naar mij toe, want normaal stel ik de vragen, ja. Dus, ja, ik ben hengelen niet zo gewend, maar... Nee, precies, we hebben steeds zo heen en weer en dan gewoon eigenlijk proberen mijn volume, dan komt dat allemaal goed. Ja, ik heb een cd gemaakt even en daar wou je het graag over hebben volgens mij. Ja, die cd, want vertel er eens wat over. Hij heet De Grote Stad. Nou, normaal gesproken is een van je handelsmerken altijd de Big City. Wat is dat met die grote stad? Hij heet niet De Grote Stad, hij heet Grode, G-R-O-D-E. Dat staat voor Grote in Gunnings. En Grote Stad is dus Big City, zoals vroeger, 30 jaar geleden, exact 30 jaar geleden, 78 2008, Tol Hansen zong over Amsterdam. Big City is nu door Olaf Vos, dat is die man van Grunnerus, die heeft een prachtige tekst gemaakt. En 30 jaar na dato verschijnt er nu dus Grote Stad. Laten we eerst eens even 30 jaar teruggaan in de tijd, want waarom was dat nummer van Tol Hansen, Big City, voor jou zo belangrijk toen? Ja, de Big City kwam uit in 1978 en in 1978 had ik alles een beetje achter me verbrand. Ik was DJ geweest in Groningen, ik had 10 hectische jaren meegemaakt. Mensen weten toch helemaal niet dat jij een hele beroemde DJ was, of niet? Of was dat alleen maar binnen Groningen zo? Nee, ik heb wel overal in Nederland gedraaid en ook wel in het buitenland, maar Groningen was natuurlijk wel mijn plek. Ik heb in gerenommeerde discotheken zoals Blow Up gewerkt, Jolly Joker, Privé, Cessa, Cachet, noem ze allemaal maar op. Maar op een bepaald moment had ik het gezien. Waarom dan? Waarom was je daar flauw van? Ja, ik weet niet meer. 10 jaar, ik had alles meegemaakt. Ik vond het een fantastische tijd als DJ. Maar op een bepaald moment kwam de avond, toen zag ik de schilderij niet meer aan de muur hangen. Ik dacht, nou is het geweest. 10 jaar lang genoeg. Ik moet hier weg. En toen ben ik naar Portugal gegaan. En in 78, toen ik naar Portugal ging, die periode, kwam net dat nummer van Tol Hansen uit, Big City. En ik dacht, dat vind ik zo'n leuk nummer. Die neem ik gewoon mee, onderweg. Je had bij je, las ik ergens, een spijkerbroek. Zweedse klompen, stonden jullie hier trouwens wel, die Zweedse klompen? Ja, toen nog wel, ja. Maar dat was natuurlijk ook een hele andere tijd. Ik had inderdaad een paar Zweedse klompen bij me, witte Zweedse klompen, een overhemd geloof ik, of twee witte overhemd, een spijkerbroek en 3000 gulden. Ja, daar kon je het in die tijd, want in Portugal wel een tijd mee uitzingen met die 3000 gulden. Ja, 3000 gulden was toen een hoop geld. En in Portugal was voor het toerisme, was nog niks klaar, ook niet in de Algarve. Dus ik ging naar Lagos, kost een kopje koffie 35 cent, pak je sigaretten 75 cent. Dus met 3000 gulden kon ik het wel een hele lange tijd uitzitten. Maar je had ook in je koffer had je die cd bij en die werd al in Sevilla gedraaid, heb ik begrepen. Hoe ging dat dan? Nou, die cd die had ik bij me, die had ik in het handschoenenkastje van die Ford Transit. Want ik had een Ford Transit bij me met allemaal huisraad. En daar lag die single ook in van Tol Hansen, Big City. En onderweg, de laatste nacht eigenlijk, want we moesten natuurlijk drie keer overnachten. En de laatste nacht was in Sevilla en er was net een nieuw hotel geopend. En onder dat hotel was een discotheek. En toen hoorden ze via dat ik een DJ was uit Nederland. En toen vroegen ze of ik ook een wilde draaien en of ik ook platen bij me had. Ik zei, nou, ik heb één bij me. Dat is een singeltje van Tol Hansen, Big City, die is net uit. En die heb ik opgezet. En het was ongelooflijk druk in die discotheek. En al die Spanjaarden op dat nummer van Tol Hansen, Big City. Niemand die er ook maar ene moe van begreep. En ook niet verstond. Maar iedereen zong mee. Big, Big City, Big City. En dat was natuurlijk geweldig. En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met Big City. En later is dat als een rode draad door mijn leven blijven gaan. En vervolgens dat Portugese avontuur. Daar heb je een jaar gezeten. Maar was toen de kiem van het heimwee al niet gelegd daar in Sevilla? Dat je toen alweer terugverlangde naar Big City. Wat jij toch niet zag als Amsterdam, maar juist dat Groningen. Hoe ging dat daar in Portugal? Ja, dat is... De spijker op de kop, ja. Want ik kon gewoon niet loskomen van de enige echte Big City, zoals ik Groningen dus altijd heb genoemd. Hè. Want voor Tol Hansen was het natuurlijk Amsterdam, maar voor mij was het Groningen. En ik kon niet over het dode punt heen komen. Dus op een bepaald moment dacht ik bij mezelf, ik moet weer terug. En ik leerde iemand kennen. Die haar vader was een dame uit Portugal, die haar vader werkte op Faro. Dus dan vloog ik heen en weer. En als ik in Amsterdam en Groningen was, dan dacht ik, ik moet weer terug. En andersom ook. Dus ik ben geen avonturier. Dus die Big City, dus deze de stad bleef gewoon trekken en daarom ben ik ook weer teruggegaan. Je bent ook de enige man zo'n beetje die en werkt voor de lokale omroep Oog en voor de regionale omroep RTV Noord.
Dat is wel verwarrend voor de kijkers, maar dat geeft toch wel iets aan over jouw status misschien in deze stad. Ja, ook dat natuurlijk. Kijk, RTV Noord, met alle respect voor jullie voor de ogen, is natuurlijk mijn daar ben ik in dienst. Hè? En dat programma wat ik dus elke maandag nog steeds voor ogen maak, dat is oude liefde. Ik bedoel, daar zijn we allemaal begonnen. Cunera, Wilfred, Marie Carmen. Dus, en die band met ogen is altijd wel gebleven. En bij Noord vinden ze het ook niet erg dat ik het doe. Maar ik RTV Noord en ja, die combinatie van, dat illustreert wel mijn liefde, maar ook mijn bekendheid, vooral dan in de regio, stad en Ommelaans. En je bent ook vooral binnen de stad weer heel bekend, maar daarbuiten kennen toch niet zoveel mensen. Je hebt even een uitstapje gemaakt naar Hilversum, hè? Maar dat is ook niet zo goed bevallen. Ja, in Hilversum heb ik drie maanden heb ik dat gedaan, het programma van de NOS toen, hè, de Eredivisie op maandag. En iedereen vond het wel aardig, vooral daar ook in het westen. Totdat die Martijn Lindenberg binnenkwam en die zei, ja, wat zijn er eigenlijk voor drie jongens? Was er één uit Brabant, één uit Twente en ik was dan uit de Big City. Hij zei, ja, nou, het is nou lang genoeg geduurd, drie maanden, we gaan toch maar weer over naar bekende Nederlanders. Maar onder andere Jack van Gelder en nog wat van die figuren zei, nee, dit is juist leuk, drie van die jongens uit de regio die niemand kent. Dus die drie maanden was eigenlijk net te kort. En ja, toen ben ik toch weer teruggegaan naar Groningen. Maar kijk, als ik in Amsterdam ben, is het natuurlijk wel heerlijk. Dan hoor ik vijf keer van, voor mij is dat die Groninger. En dat is natuurlijk wel lekker af en toe. Kan je nou even terug naar de cd? Kan je er nog iets over vertellen? Wie heeft die tekst geschreven voor die cd? Dat heb ik net gezegd voor mij. De tekst was van Ola Vos. Dat is een jongen van Groningen. Die dat programma op TV Noord doet. Elke dag. En ja, dat stond er ook maar zo op. Ik heb het opgenomen in Studio 7 hier aan Botterduip. En ja, het is eigenlijk heel, heel simpel natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook als een geintje begonnen. Maar op een bepaald moment was hij bijna 4000 keer gedownload. En ja, toen kwam Dieter Doesburg en die zei van, we moeten dat op cd uitbrengen. Ik zei, Dieter, dat doen we. Ze zei, weet je wat, dan betaal ik die cd. Dat doen we daar. Dat vond ik mooi. En nu komt hij toevallig vandaag volgens mij uit. En Wallager krijgt donderdag de eerste. Dus het, van een geintje is het wat groter geintje geworden. Maar ik heb wel een aantal muziekkenners, die hebben er al naar geluisterd. En die zeggen dat wel duidelijk is dat je geen conservatorium zang achter de rug heb. Ik kan niet zingen, maar weet je wat het wel is, Evert? Die Tol Hansen kon natuurlijk ook niet zingen. Hij heeft wel iets meer gevoel voor muziek, maar het is natuurlijk ook drie keer niks. Tuurlijk, dat weet ik zelf ook wel. Zingen, Van Dijk en zingen is natuurlijk helemaal niks. Maar ik denk dat het een beetje een culthit wordt. En nou die dan op cd uitkomt, denk ik dat het kon hem ook nog wel eens gaan worden. Want uit Hilversum zijn ook al berichten binnengecijpeld van... Giel Beelen, toch? Of iets? Ja, heeft ook wel interesse. Ja, Giel Beelen vond het geweldig. Die heeft hem ook gehoord. Die zei, ja, je moet bij mij in het programma komen. Ik zei, ja, dat weet ik nog niet. Ik zei, hoe laat moet ik er zijn? Ja, een uur of acht, zei ik, dat weet ik niet, hoor. Dan moet ik om 17:00 uit Groningen. Maar we gaan het denk ik toch wel doen. Want het hoort er toch bij, hè? Maar een carrière alsnog in de muziek, die ambieer je dan toch misschien niet? Of? Nee, er zijn wat boekingen nu. Ik sta hier op 29 april op de Oranjemarkt van Gelder. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè, om voor de volle grote markt om Big City te zingen. De opening van Bij Jansen zing ik ook, weet je wel, met die Herman de Bijker. En volgens mij is er nog iets. Volgens mij gaat er nog iets groots gebeuren. Maar daar kan ik misschien nog beter nog even voor me houden, Evert. Dat is allemaal nog geheim. Verder aan jou, mensen tegen je aankijken van bijzonder figuur. Ja. En het zijn er ook wel mensen die al scheppend langs je komen zeggen van, nou ja, die Piet van Dijk is ook wel een beetje een ijdele snoeshaan. Hoe zit dat nou precies? Maar ja, valt dat ook wel weer mee? Nee, de controversiële is een beetje het Paul de Leeuw effect natuurlijk. De ene helft vindt het geweldig. Dat moet ook zo blijven, hoor. 50% vindt het geweldig en 40% vindt helemaal niks. En kijk, als dat verandert, dan gaat het ook niet goed met mij. Maar wat wel heel apart is, mensen beoordelen mij dan naar mijn werk is op radio, televisie. En daar gaan ze dan een oordeel over vellen. Maar als ze mij dan op een bepaald moment zo tegenkomen, zeg ik, goh, wat aardige kerel is dat vandaag. Dit is gewoon een hele normale jong, ja. Dan zeg ik, ja, maar beoordeelt mij, maar zo valt het best mee. Kijk, dat is natuurlijk ook wel weer een compliment, hè. Wat kunnen we de komende jaren nog van Piet van Dijk verwachten hier in de Big City? Of heb je toch nog wat emigratieplannen? Nou ja, iedereen heeft al gezegd van als jij 60 bent, dan word je de tweede chef van de Oekel. Nou ja, dan zit ik niet echt op te wachten. Natuurlijk wel van de Oekel het wel heel goed heeft gedaan. Nee, ik heb niet echt veel plannen. Dit is natuurlijk wel mijn regio. En ik ben blij dat ik dit kan doen. Ik heb tot 65 jaar nou bijgetekend. Ik ben nu 58, dus ik ben nog 7 jaar bij Noord. Nou, ik hoop dat er ook nog weer een verlenging in komt. Dus ja, ik ben er nog lang niet flauw van. Ik vind nog steeds, elke dag vind ik het nog steeds een feest. Ik vind het nog steeds mooi om te doen. Zowel radio, televisie, schrijven, presenteren, zijn allemaal mooie dingen. Man. Het zijn vier dingen waar iemand anders misschien nooit aan toe komt. Dus ik ben gewoon een gelukkig mens. Ja, Groningen ligt ook goed in de markt, hè? Zelfs
komen ook steeds meer toeristen naartoe en zo. Het is in alle opzichten, we winnen allemaal prijzen. Ik word er zelfs wel eens een beetje flauw van. Dus het is mooi om zo in deze stad te kunnen werken. Ja, het gaat zeker goed met Groningen. Zo. Ik werd ook nog opgebeld door de VVV, door marketing Groningen, Dirk Nijdem. Hij zei, oh, dit Pieter, zo, ja, die CD, leuk man, leuk ook voor de stad. Zo. Als die uit is, wil je dan wel 20 aan ons brengen? 20 bij het VVV? Ik zei, ja, 20, zei ik. 20? Ja, hij zei, 20. Je mag er wel meer neerzetten. Maar 20, dat is, dan nemen we ook niet zoveel risico. Dus dat is 20 maal 5 euro even. Dat investeert de VVV toch zomaar 100 euro in Grote Stad. Dat is natuurlijk wel heel apart, hè? En wat gaat er met die opbrengsten gebeuren? Leg je die apart voor het grote feest voor je 60ste verjaardag? Of heb je andere bestemmingen? Nou, dat weet ik niet of ik dat. Ik vind dat het 60ste verjaardag. Dat moet ik gewoon niet doen. Dat moet iemand anders voor mij doen. Dat is dus 8 mei 2009 voor de mensen die dat gaan organiseren. Ik denk dat het gemeentebestuur dat wel gaat doen. Ik weet niet precies wie het is. Dus 8 mei 2009 is zover. Nee, maar verder bemoei ik me natuurlijk niet met mijn 60ste verjaardag. Ik bedoel, dat moet iemand anders maar doen. Dat heb ik toch wel afgedwongen, denk ik toch. Even een prognose. Voordat we iets te veel die kant op gaan. Even te afsluiten. Hoeveel worden er verkocht van deze CD? Nou, er worden eerst 1000 geperst. Het kost 88 cent per cd, dus ook niet zoveel geld, maar wel, er komt natuurlijk nog een beetje overheen. Nou, ik denk dat er toch wel 20.000 verkocht worden. Oké, nou, dat klinkt goed. Bedankt Piet, we moeten afronden alweer. Het, ja, is een, het weer gebeurd. Ja, het was een wonderlijke uitzending zo. Nou, Piet die niet de vragen stelde, maar eindelijk eens een keer een beetje moest luisteren. Dat heb ik toch aardig gedaan. Ja, oké. Bedankt voor dit. En jij moet afsluiten dus in de camera zo. Ja, oh, dat doe jij ook altijd. Ja, het was... Piet op het nieuws met Piet van Dijken, dat was niet helemaal uniek, want vroeger de Herenstraat liep hij ook een keer met Jacques D'Ancona en met Arno van der Heijden. En dus vandaag, deze week komt de cd uit en iedereen moet maar zelf kijken wat hij ervan vindt, maar het is wel weer een unieke cd voor Groningen. Nou ja, met alle respect voor Evert Jansen natuurlijk, die afkondiging op camera was niet geweldig, maar ja, dat is natuurlijk ook een vak en dat moet ook met mooi zo blijven. Komt eigenlijk wel goed uit ook, want ik moet eigenlijk nog maar even een coupletje voorlezen van de grote stad. Het refrein is dus wel Big City gebleven, maar het is dus Grote Stad, hè, zo heet het. Grote Stad, dat is zeg maar de vertaling in Grunnings van Big City, wat ook weer Grote Stad betekent. Ik vind dit wel een mooi couplet, deze. Politie volop aan het waak, het is weer feest in Oosterpark. Beetje dik down in de toen, dit word je vanzelf wel vreselijk doen. En het doen, dat staat er verdrongen. Maar we hebben nog altijd onze FC... Grunstad, Oladier. En dan krijg je hem. Big City, big, big city, big city, you're so pretty. Maar dat big city, dat is dan dus Grote Stad. Het eerste couplet ook nog even. Dat is ook wel mooi, vind ik zelf. Ik heb echt overal al geweest. Nergens vuilde ik me toes. Misschien is het hier ook niet de best. Morgen kwam ik weer in hoes. En din vuilde ik me toes. Kijk, beter kan ik mijn liefde voor deze stad niet verwoorden.